Hallo, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze look kan maken. Een beetje een paarse smoky eye look. En ja, veel plezier met kijken. Nou, aangezien we deze look gaan maken over een al bestaande ooglook, heb ik al primer op mijn ogen. Dus dat is lekker makkelijk. Ik kan gelijk beginnen met de oogschaduw. En daarvoor ga ik weer het Urban Decay Phase 2 palet gebruiken. Phase 2 palet eigenlijk. Nou, is dan een punt. En ook maar, oeps. En daar ging een stukje plastic. Hoe dan ook. En ook maar drie kwasten. Namelijk de Sigma Pencil Brush. Niet in deze volgorde. De Sigma Tapered Blending. Wacht even. Dus de Pencil Brush is dit. Tapered Blending is dit. En de Large Shader. Van Sigma ook. Is deze. Oké. Okay. Nou, ik ga er een beetje een klassieke smoky eye van maken. Ook een beetje in de klassieke kleuren. Alleen voeg ik er wel paars aan toe. Gewoon omdat het, ja, ik vind paars leuk. Dus vandaar. Dus ja. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo heel klassiek. Nou, in ieder geval. We beginnen met de kleur Voodoo. Dat is een beetje een donkerpaarse kleur. En die brengt dan aan met de large shader. En dat je donkere kleuren gebruikt, maakt het ook niet uit als je wat is op je ogen hebt zitten, want dat gaat er toch overheen. En zorg dat je ook echt de binnenste ogen ook heel goed meepakt. En dan gebruik ik de bovenkant van de kwast. Natuurlijk wat smaller is dan de zijkant, om eventjes ook onder het oog wat aan te brengen. Dat is een smoky eye, dus het moet geen hele strakke lijn worden natuurlijk. En ik ga hem ook best dramatisch maken, dus ik trek hem ook helemaal door naar de binnenkant van het ooghoek. Binnenste ooghoek, ja. Dan door naar de volgende stap met de blending brush van Sigma. En de kleur Betrayal, wat een beetje een lichtere paarse kleur is. Nou, hij is ook nog best wel donker, maar hij is lichter als de andere paars in ieder geval. En die breng ik dan in de crease aan vooral. En ook best wel ver naar boven. En ook een beetje eronder. Over de andere kleur heen, zodat het gewoon een beetje mooier blendt. En ik doe hem ook een beetje zo naar achterwingen, gewoon omdat ik het een mooi effect vind. Is niet per se nodig, maar ik vind het leuk. Dus ja. Dan door naar een van de laatste stappen. Ik denk dat één de laatste stap. Met de kleur Smokeout en een pencil brush van Sigma. En die gaat echt vlak langs het oog. Gewoon echt het oog een beetje tracen zo. Zorg ook wel dat je het echt goed bij de wimpers krijgt, zodat je niet zo'n soort verbleekte rand rond de wimpers krijgt. En ook onder het oog een beetje. Ik hoop dat ik in de camera was. Hebben jullie dat dan ook, dat je altijd gewoon raar gaat kijken als je oogschaduw aanbrengt? Die zit mij echt gewoon zo te kijken of zo. Nou ja, ziet er niet uit. Gelukkig is mijn mond toch meestal buiten beeld, dus dat scheelt. Dan doen we de laatste stap. Nog steeds, tenminste de laatste stap van de oogschaduw. Nog steeds met de Sigma Pencil Brush. Die ik hierna wel zou moeten wassen, want hij is van wit naar zwart veranderd. En de kleur Lovesick van Sigma, wat een beetje glitterige, hele echt zwarte kleur is. Hoeft niet per se glitters te hebben, maar gewoon als hij maar goed zwart is. En die ga ik dan echt vooral concentreren aan de buitenkant en echt heel, heel dicht bij de wimpers. Oké, nu de oogschaduw gedaan is, gaan we door met het volgende puntje, namelijk
eyeliner. En daarvoor ga ik die van Essence gebruiken. Gewoon het Kajal pencil in de kleur black. Bereid je voor. Dit ziet er belachelijk uit als ik het doe aan de bovenkant. Het leuke is, ik doe altijd mijn contactlens uit de weg, dat is fijn. En dan door naar de mascara. Nou, ik droeg al mascara, dus dan ga ik even heel voorzichtig met wimperkrullen eroverheen. Want ik wil natuurlijk niet streken. Okay. En dan ga ik met de Scandalize Flex mascara van Rimmel eroverheen. Want die is gewoon lekker grof, opvallend, handig. Dus ja. De mascara die ik trouwens op had, dat is er eentje van Miss Sporty. Ik weet niet meer welke, maar hij is... Tenminste, de huls is roze, dus... Hij is makkelijk te herkennen, ik weet alleen niet hoe die heet. Dan ga ik even mijn lippen doen. Met een oogpotlood van Essence. Weer zo'n Kajal pencil, maar dan in het paars in de kleur Love Me Lavender. En vervolgens ga ik er met de Isoché lipstick in Mauve Pastel overheen. Nou, dit is dus de complete look. Het is niet echt een dagelijkse look. Het is best wel donker en best wel paars. Maar goed, in ieder geval feestjes en dergelijke zou ik hem best wel grappig vinden. Nu zelf. En het was in ieder geval leuk om te maken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken en dat jullie er misschien wat aan hebben. En bedankt voor het kijken. Doei!